Voor de nieuwe omroep aan Amstelveen ga ik op pad in Keizer Karelpark. Ja, mocht u denken, is dat een park? Nou, het is wel heel groen, maar het is een wijk. Er wonen ongeveer 12.000 mensen in Keizer Karelpark. En de komende tijd ga ik voor Nieuwsplein Keizer Karel eens praten met de mensen die daar wonen. Ja, en ik dacht om te beginnen, laat ik nou gewoon eens vragen, hoe is het eigenlijk om te wonen in Keizer Karelpark? Een beetje thuis hier in de buurt? Jawel. Ja? Ja. Woont u hier al lang? Vanaf 93. Hoe is het om hier te wonen in de buurt? Prima. Ja? Ja. Woont u al lang hier in de buurt? 11 of 12 jaar. Voelt u zich ook echt thuis hier in de buurt? Ja, prima. Allemaal winkels, wat willen we nog meer? Nou, ik moet zeggen, deze buurt is... Ik ken hier veel mensen, dus als je hier sowieso veel mensen kent, is het gewoon gezellig. Je komt altijd wel mensen tegen die je kent. En ja, ik moet zeggen, ik heb hier nog nooit slechte ervaringen gehad in de buurt. Altijd hele aardige mensen. Als ik ooit een pakje sigaretten moet halen, ik ben niet 18, komen ze gewoon naar buiten met een pakje als ik het vraag. Dus het is allemaal prima hier zo. Ik woon hier niet, maar ik kom hier wel vaak. Waarvoor komt u eigenlijk hier heel vaak? Nou, gezellige buurt, goede winkels, Ecoplaza met name. Ook de viswinkel, aardige mensen en goede kwaliteit boodschappen. Ja, u zegt specifiek gezellig. Ja. Wat vindt u er gezellig aan hier? De indruk die je krijgt als de mensen hier om je heen lopen. Dus er hangt een ontspannen sfeer. Tenminste, zo voel ik dat, een ontspannen sfeer. Ja, prettig winkelen. Wat voor een buurt is het? Kunt u daar wat over zeggen? Hij is een vrij rustige buurt. Het is rustig om te wonen. Kijk, heb je ook zoveel scholen rond, dus heb je ook jonge mensen rond. Maar ja, dat is ook altijd leuk. Soms is het vervelend, maar is oké. Okay. Ja, je hebt wel eens boze buurtbewoners als ik hier ergens een jointje aan het roken ben of zo. Dan worden ze misschien soms wel agressief, maar voor de rest valt wel mee. Maar de meeste mensen vinden het goed als je een jointje staat roken? Ja, de meeste mensen zijn gewoon aardig, komen ze even een praatje maken. Zelfs de politie komt gewoon even lekker een praatje met ons maken en zo. Dus ja, de wijkagenten hier zijn ook heel aardig. Dus het is gewoon gezellig hier zo. Sinds een jaar ben ik verhuisd. Ik woon nu in het oude dorp. Ik heb hier op de Spurgingelaan gewoond. Altijd prettig, gewoon 12 jaar denk ik, zoiets. En samen met mijn 3 kinderen. Voelt u zich eigenlijk meer een Nederlander of een Amstelvener? Of voelt u zich... Nee, toch nog een Amsterdammer. Amsterdammer, ja. Ja. Zou u liever ook in Amsterdam willen wonen? Nee. Het is veel meer ellende, vind ik. Ellende die hier niet te vinden is. Ik heb hier al nooit. Ik hoor wel eens mensen klagen, maar ik heb hier nog nooit wat meegemaakt. En waar klagen de mensen dan wel over? Allochtonen toch, hè? Ja. Ja. Mag je misschien niet meer zeggen tegenwoordig, maar ik vind wel, want ik heb er geen last van. Of ze nou groen, geel of paars zijn, het zal maar een worst zijn. En ik denk dat het is waardoor sommige mensen toch een last hebben. Omdat ze altijd al, ik weet niet, vreemd doen tegen een buitenlander, zal ik maar zeggen. Nou, ik niet. Want er woont bijna de helft van de mensen hier in de buurt heeft wel een migratieachtergrond. Ja, ja. Ja, dus, maar ik heb er geen last van. Nee. Integendeel, ze zeggen me allemaal gedag. Dus het is eigenlijk een heel gezellige buurt. Voor mij wel, ja. Ja. Ja, voor mijn buurvrouw weer niet, want die is zo iemand. Ja, heb je die gasten daar zien lopen en dan begint dat gezeur. Wat toch weg, mens. Ze vergeten dat ze jong geweest zijn. Heeft u veel contact met uw buren? Redelijk. Niet dat gaan over die vloer, maar goedemorgen, goedemiddag, af en toe koffie met een mooi weer en dat is het. Mijn kinderen zitten hier op het toilet op school. Die zijn gewoon op de school gebleven waar ze al zaten. Dus ik kom hier gewoon nog heel vaak. De winkels, de visboer, Dus dat. Voelt u zich dan toch nog een beetje thuis hier in de wijk? Zeker weten. Ja? Ik wel, ja. En mijn kinderen ook. Ik heb eigenlijk van niemand wat last. Natuurlijk gebeuren er wel eens dingen, maar over het algemeen vind ik het hier een prettige gemeente. Ik denk nog andere gemeentes waar het er misschien wel anders aan toe gaat dan hier.
Voel je eigenlijk echt een inwoner van de wijk? Of voel je meer iemand die uit Amstelveen komt? Of voel je meer een Nederlander? Of heb je ik moet zeggen, ik woon hier nog niet heel lang. Dus ik voel me wel een beetje een buitenstaander van de wijk. Maar ik ken er wel veel mensen. Dus meer een Amstelveener inderdaad. Hoe was het toen je hier kwam wonen? In het begin... hetzelfde als nu eigenlijk. Het was gelijk... Ik was al best wel oud toen ik hier kwam wonen. Het was nooit echt vervelend of zo. Ik heb het altijd wel positief ervaren. Voelde je meteen op een bepaalde manier thuis dan hier ook? Ja, op zich wel. Maar dat komt misschien ook omdat ik wel heel veel mensen hier ken. Dus dat weet ik niet precies. Zou u hier wel willen wonen dan, liever ook? Ja, ik zou hier zeker wel willen wonen. Ja. Ik heb nu een eensgezinswoning met een heel stuk tuin eromheen. Dus dat zal ik dan wel in moeten leveren. Maar dat zou ik er wel voor over hebben, ja. Maar dat vind ik nogal een uitspraak eigenlijk, dat u zegt, ik wil hier wel in deze wijk specifiek wonen. Ja, ik heb ook vroeger ook in Amstelveen gewoond, alleen een ander gedeelte. En ik heb goede ervaringen met de gemeente Amstelveen. Amstelveen geeft ons een beetje het gevoel om vakantie te zijn. Want maar dat is door de hele gemeente. Er is veel groenvoorziening. En de faciliteiten zijn ook wat beter, wat meer op niveau, zou ik zeggen bijna. En wat houdt u tegen om hier naartoe te komen? Nou ja, mijn huidige huis moet nog in de verkoop. Ik sta nog 2 jaar, dan ga ik met pensioen. En dan wil ik mijn huis verkopen, dan wil ik weg. Ja, als ik weer terug zou kunnen, dan zou ik, dat zou hier wezen, dan zou ik dat zeker doen. Ja. Zou je er ooit weer terug naartoe verhuizen? Ja, want het is niet heel ver natuurlijk. Ik bedoel, waarom niet? Misschien? Waarom niet? Ja. Ik voel me hier thuis. Zeg maar. En ook in Keizer Karel Park? Ook in Keizer Karel Park, ja. Ja. Ja.